ontzettend leuk programma. Nou, ontzettend. Daar is hij dan weer, daar zijn we dan weer, daar weet ik vanuit welke, hè? Daar is hij dan weer, de Dik voor mekaar show, oftewel de Dik voor jezelf show, zoals de Frans. Ja, de groot, dat kan ik dan zelf ook wel zeggen, zit er dan met iedereen te eten te wandelen. Ik wou je hoeft me helemaal niet te helpen, man. Ja, luisteraars, daar ben ik weer. En, hallo. Ja. Hallo, mag ik ook even in... Belachelijk, hè, wat een gedoe toch steeds met die verstraten, ik ben aan het praten. Ja, zo ben ik dan weer in beeld. Ja, luisteraars. Nou, het is vandaag een heel belangrijke dag. Dat is heel belangrijk, hè? Want wat is er aan de hand? We krijgen het salaris. Nee, wel niet, de groot. Sinterklaas komt. Er komt vandaag hoog bezoek. Want, hoe heet die? Sinterklaas, die komt zo hier. Hè? Die komt dadelijk. Nou, u begrijpt. Het is natuurlijk allemaal vol spanning, hè, voor wat er allemaal gaat gebeuren. En de... Kermen nou weer. Wie is dat nou weer? Dag. Nou, wie is dat nou? We lopen ineens een of andere duimzuiger voorbij. Wat is dat nou? Dat is Liesje Nak, is dat. Wie is Liesje Nak? Dat is van Harry. Kindje van Harry. Ja, meneer Nak, kijk toch een beetje uit dat die kinderen hier niet door het beeld lopen. Ik heb ze meegenomen omdat Sinterklaas vandaag kwam. Dat vonden ze leuk. Ja, maar dan hoeven ze toch niet nou meteen al door het hele beeld heen? Zoals ik al zei, Sinterklaas komt dus zo. En dan leek het mij wel leuk om er even wat bijzondere dingen aan vast te gaan doen. Wat nou weer? Meneer de Groot. Ja, wat is er? Ik moet plassen. Ja, kom maar. Wat een gedoe, hè, in beeld. Dick, moet er weer heen. Ik ga wel even met hem mee, ik moet zelf ook... Ja, de groot. Schiet nou op. Douw dat kind weg hier. Luisteraars, let u even niet op mij. Gedoe met die jongen allemaal. We gaan dus in verband met de Sinterklaas. Leek me leuk om eens even over te gaan... Naar de stal, hè? Want we gaan namelijk naar de stal en daar